Hallo, vandaag ga ik jullie laten zien hoe je met de ronde vormen van GR Pottery Forms een bord kan maken. Nou, daarvoor heb ik natuurlijk een plak klei nodig. Deze kleiplak heb ik vanochtend uitgerold, dat is ongeveer 2 uur geleden. En gewoon laten rusten en dan is die iets minder plakkerig en iets makkelijker te verwerken. Ik heb hem hier voor me liggen. Ik heb een kleiwals, dus daar heb ik hem tussen gelegd. En dan zie je natuurlijk altijd nog wel de afdrukken van het doek wat je daarvoor gebruikt. Dus voordat ik überhaupt iets met de mallen ga doen, ga ik hem eerst even glad lomeren. Aan allebei de kanten. Zo, de andere kant. Zo, en dan heb ik een mooie plak om daar iets mee te gaan doen. Nou, je hebt allerlei maten, hè, van die vormen. Je hebt hele kleine. Je kunt ze ook stapelen, waardoor je diepere vormen kan maken. En je hebt ook wat grotere. Deze bijvoorbeeld. Deze is 9,5 inch. En welke ik wil gaan gebruiken is deze. 11 inch uit mijn hoofd. Even twijfelen. Ja, want die past hierop. Ja, kijk. Staat er niet meer op. Dus dan denk ik, oh jee, wat was het ook alweer. Maar het is de 11 inch. Nou, je kunt het op twee verschillende manieren doen. Je kunt hem hier alvast opleggen, zodat je precies de grootte weet. En hem dan afsnijden langs de rand. En die plak dan gebruiken om er bovenop te leggen. Als je dat doet, dan kom je altijd eigenlijk een stukje tekort. Dan kom je nooit tot de onderkant, omdat je kleiplak dan net iets te klein is. Wat ik doe, is ik heb een plank die sowieso net iets groter is. Kijk, als mijn vorm. En die plank gebruik ik als mal voor mijn vorm. Dus die leg ik hier op weg. En die ga ik uitsnijden. Zo. En dan heb ik hem al gelijk mooi rond. Deze even aan de kant. Hoppa. Zo. En wat ik nu ook altijd al doe, voor een gedeelte is heel zachtjes. Zonder hem te vervormen. Met mijn finishing sponge. Dat de randje al wat gladder maken, wat afvlakken. Dat het niet zo'n gesneden rand is. Zo. Hem wel even wat beter schoon kunnen maken. Dat wil je natuurlijk niet van die oude droge klei frummeltjes aan je mal. Want dan worden harde stukjes in je nieuwe vorm. Zo.
Ik leg hem altijd op de spacer. Dan komt hij net wat hoger te liggen. En wat ik vaak ook nog eens doe, is een draaiplateautje ertussen zetten. Meestal heb ik een lage draaiplateau, maar die stond iets te ver weg. Dus nou is die spacer natuurlijk eigenlijk niet echt nodig, omdat hij sowieso hoog ligt. Maar... En dan pak ik mijn vorm. En die leg ik er heel voorzichtig op. En dan is het de kunst om hem zo erop te leggen dat hij ongeveer in het midden ligt. Dat is altijd even een uitdaging. Zo. Ik denk dat ik hem nu ver heb. Even kijken. Nee, nog niet helemaal. Hij mag nog ietsjes deze kant op. Zo. Ja. En een beetje deze kant. Ja, nou heb ik hem goed liggen. En dan ga ik hem strakker erin zetten, de vorm. Nou staat hij er eigenlijk al in, hè? Je kunt deze bodem nog even een keer glad maken. Maar ja, ik vind hem eigenlijk al wel mooi. Ik kan nog één keer eventjes eroverheen gaan. Dat hij ook goed vast zit. En dan is die voor nu eigenlijk klaar. Het is nu een kwestie van een tijdje laten drogen. Dit is de vorm die ik eerder gemaakt heb. En ik ga hem nu omdraaien, want hij is al een stukje droger. Meestal gebruik ik daar een plank voor. Ik leg hem erop. En ik draai hem om. Mocht je nou merken dat hij nou nog toch nog iets te nat is, dat je hem niet zo goed uit de vorm kan halen, kun je hem zo dus nog even laten staan. Kijk, bij mij gaat hij er al uit. Zo. En dan kun je hem gaan afwerken. Een beetje de randen nog wat netter maken. Eventueel die lijn die er is ingekomen van het verplaatsen van je plak toen je hem eroverheen legde, kun je ook nog even een beetje bijlomeren. En dan, als je tevreden bent, dan kan je hem verder laten drogen en kun je hem laten bakken. Ik kan hem nu nog niet verder afwerken, want kijk, je ziet het, is nog net iets te slap. Dus ik laat hem nog heel even staan en daarna ga ik daarmee verder. En ik zal dat ook even filmen zometeen.